Ja, op een gegeven moment wil ik weggaan en ik zie een personeelslid heel erg opletten op de veiligheid van de kinderen. Dus ik denk, ja, het is toch best wel vreemd dat hij hier zo staat op te letten terwijl daar helemaal geen toezicht is. Terwijl er staat voor 12 jaar en ouder en er is geen toezicht. En kinderen 4, 5, 6 jaar lopen naar orgasmes te kijken, geslachtsorganen, geslachtsdelen, vunzige dingen die ik zelf niet eens heb bekeken omdat ik het gewoon ongemakkelijk vond. Ik heb wel de foto's genomen en de video laten zien wat er te zien is achter het klepje. Het klepje moet omhoog. Dus ik zeg tegen het personeel van, ja, hoe zit dat eigenlijk? Jij staat hier op te letten, maar waarom staat er niemand op de afdeling op te letten of de kinderen wel onder toezicht zijn? Of de kinderen wel 12 jaar en ouder zijn? Dan kom je verder. Dus hij zegt, ja, jij hebt toch al gehoord gekregen dat jij hier niet mag filmen of dat het vervelend is en dat jij weg moet gaan. Nou, ik zeg, niemand heeft mij aangesproken. Ik heb wel gezien dat ik geschaduwd werd, ja, door meerdere personen, maar niemand sprak me aan. Ik zag dat ze aan het bellen waren, ik zag dat het ongemakkelijk was. Maar ja, ik maak een reportage en het is volgens mij heel urgent wat ik hier doe. Nou, net wil ik dus verder in gesprek gaan met het personeel en die zegt, ja, ik kan je wel doorverwijzen met het hoofdkantoor hier. En die vrouw is gekomen met een andere collega die ook al de hele tijd mij volgde. Ik zeg, waarom spreek je mij niet aan? Waarom volg je mij? Is dat een vorm van intimidatie? Ja, meneer, wat je hier net gezien hebt over seks, dat hoort bij biologie en dat is hier al meer dan 10 jaar. En die andere, die draaikolk van naakte mensen die aangekleed moeten worden, vrouwen met mannenkleren, mannen met vrouwenkleren. Ja, dat is hier al sinds 2019. Ik zeg, hebben mensen nooit een klacht ingediend? Hebben mensen hier nooit voor ophef gezorgd? Hebben jullie hier wel eens wat over gehoord? Nee, nog nooit. Je bent de eerste. Nou ja, dat geloof ik dan niet. Dat is misschien een overdrijving. Maar zo wordt het wel geformuleerd. Dat ik de eerste ben die hier een ophef creëert. Dus op andere afdelingen sta je te controleren of kinderen niet vallen, of ze niet van de trap afspringen, of ze niet te wild zijn. Daar is controle op. Maar niet over 12 jaar en ouder. Terwijl dat nergens staat. Het staat. Je loopt zo en je ziet het niet. Het staat niet rechts, ook niet. Nee, het staat helemaal onderin. Kleine lettertjes. 12 jaar en ouder. Sommige objecten zijn voor 12 jaar en ouder. Geen toezicht. Geen duidelijke waarschuwing. Kinderen lopen hier gewoon rond. Ouders lopen hier rond. Weet ik veel wie, wat en hoe. Maar er is geen toezicht. En zijn hier dingen te zien die voor zeker voor 12 jaar en ouder nogal heftig zijn. Maar. Kinderen van 4, 5 jaar worden hier geconfronteerd met naaktheid, met porno, met orgasmes, met allerlei afbeeldingen. Met hele harde orgasmes ook. Het is in de hele omgeving te horen. Heel bizar. En het herhaalt zich ook steeds. Het blijft afgaan, dat geluid van het orgasme. Een mannenorgasme en dan een vrouwenorgasme. En als je het klepje open doet, dan zie je hun ook. Ja, ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar ze komen in ieder geval in een orgasme terecht. Dus welkom in Nederland, pedoland. Het is dus al jaren hier gaande. Ik dacht dat het nieuw was. Iemand zei dat het net hier nieuw was gekomen. Nee, het is hier al jaren. En blijkbaar zijn de mensen zo geprogrammeerd dat ze het niet erg vinden. En dat is met heel veel dingen. Mensen letten er niet op. Ik heb ook meegemaakt dat ik bij mensen thuis kwam, dat kleine kinderen aan het dansen waren met Nicki Minaj en Rihanna. En dat gewoon pornoactrices bijna, die lopen te dansen in allerlei seksuele houdingen. En kinderen, hun ouders vinden het prima dat die muziek opstaat met die videoclips. Toen heb ik me al verbaasd. Dat was ook al 8 jaar geleden dat ik dat zag. Ik denk, waar is het bewustzijn? Waar is de bescherming voor de kinderen tegen seksualiteit en porno? Nou, heel veel mensen die beschermen hun kinderen niet. En ja, en dan gaan ze buiten spelen en dan gebeuren van allerlei dingen. Op scholen gebeuren van allerlei dingen. Seksuele dingen gebeurden volgens mij in Den Bosch op een school, als ik het niet verkeerd zeg. Ja, wat kan ik doen? Klokken luiden. Ze zeggen, je mag een klacht indienen. Ik zeg, ja, ik ben hier gekomen met bepaalde info. Maar ja, als hier niemand zich druk om maakt, dan heeft het ook weinig zin om een klacht in te dienen. Want omdat ik een klacht indien, gaat het toch niks veranderen. Maar ja, ik zal een klacht indienen, ook namens jullie, alle bezorgde ouders. En ja, wat leren we hiervan? Ja, we wisten al op internet op wat voor websites je kan komen als kind. Dat is al heel erg. Ja, televisie, muziek, films, het zit overal in.
In ieder geval, het personeel ligt er niet wakker van. Eén personeelslid wat ik aansprak, die had er wel echt moeite mee. En die zei ook, ja, je hebt helemaal gelijk. Ik ga dit ook in de briefing bespreken. Het is waar, er staat hier voor 12 jaar een oude, maar er wordt niet op gehandhaafd. Dus wat dat betreft, hij was zeer beschaafd. Hij was zeer beschaafd en oprecht. En hij vond het ook inderdaad heel eigenlijk best absurd toen ik hem ermee confronteerde. Maar ja, dan moet ik hem er wel mee confronteren. Hoe lang werkt hij daar al? Oh, mensen, mensen. Ik wil ook eens een keer een positieve noot kunnen plaatsen, maar je loopt tegen muren aan. De meeste mensen kijken er niet van op. Kijk in dat interview, of kijk in die reportage. Die man zegt gewoon, ja, dat is toch prima dat hier kinderen lopen. Kijk wat hij zegt. Nou, als ik gewild had, had ik hem nog veel verder voor schut kunnen zetten en kunnen openbaren. Maar ik denk, ik ben ook even vriendelijk. Maar wat die allemaal zei, dat het allemaal normaal is en dat vindt een oud mannetje. Nou, ik zou niet blij zijn om zijn kleinkind te zijn. Met zo iemand die graag kinderen streelt, seksueel getint, dat zei hij gewoon. Hè? Hij vindt het normaal om kinderen seksueel getint te strelen. Toen zei ik, ja, maar dat is toch verboden? Nee, is niet verboden. Ik weet niet of het verboden is. Maar ik wilde even kijken naar zijn reactie. Maar ja, zo zie je maar dat je net op het juiste moment een pervert naast je hebt staan die gewoon door de man valt. Bescherm de kinderen, mensen. Blijf strijden. Blijf gaan. Ik ben heel benieuwd wat er in Tilburg vandaag is gebeurd. Ik heb er nog niks van gehoord. Misschien was het gewoon zonder publiciteit hebben ze hun actie kunnen doen. We zijn bezig in Emmen. We zijn bezig op andere plekken. Ja. Het komt erop neer. Je moet je eigen kinderen beschermen. De overheid gaat het niet doen. De entertainmentindustrie gaat het niet doen. Disney Pervert World. Het zijn allemaal perverts die aan de macht zitten in al die dingen. Je moet het zelf doen. Je moet je eigen kinderen beschermen. En natuurlijk probeer ook je familieleden, je buurtkinderen. Op school, als je daar werkt. Je ziet gewoon video's voorbij komen dat, hoe noem je het? Juffrouwen die zichzelf filmen terwijl ze best wel behoorlijk grove grappen maken voor kleine kinderen. En ze vinden het ze publiceren het zelf. Kijk, van die ouders van de lentekriebels, ik denk dat ze een goed zakcentje hebben gekregen. Dat ze daarvoor zijn gevallen. Ze dachten, zo, die betalen goed. Dan ga ik wel even met mijn kind over seks praten. Het wordt toch alleen op school uitgezonden. En dan gaat het viral. Ik denk dat die mensen zich kapot schamen nu. Vooral die ene vrouw. Zo, die ging wel heel ver met haar eigen kind in gesprek. Ah, de zon schijnt, geen pet op. Ja, het is wat mensen. Het is zeer opmerkelijk elke dag wat je weer in Nederland allemaal tegen kan komen. Wat zei ik als laatste? Dus ja, mensen vinden het allemaal prachtig om hier aan mee te werken. Nou, ik niet. En ik zal me er ook altijd tegen uitspreken. Maar er moet echt een grote verandering plaatsvinden in het bewustzijn van de mensen. Want ze zijn zo diep in slaap gesukkeld op veel thema's. Ze zijn zo ver weg van het bewustzijn. Dat ze hun eigen kinderen verpesten. Dat ze hun eigen kinderen geestelijk misvormen, de hersens misvormen met dit soort dingen. En ik ga niet eens te veel uit mijn eigen privéleven delen, wat ik als kind allemaal heb gezien en meegemaakt. Het was ook zeker heftig. En ook de verhalen die ik heb gehoord. Ook dingen die gebeurden. Ook jonge kinderen die ik ook op, hoe noem je dat? Feestjes en zo. Als iemand jarig was, dan ging je ook bij de mensen thuis een feestje vieren. Hebben ook dingen gezien. Dat kinderen zich afzonderden en toch wel leek wel seks met elkaar gingen hebben. Maar ja, ik was best wel naïef en onwetend toen. Gelukkig. Maar die dingen gebeuren. Die dingen gebeuren. Ook op de camping zijn ook dingen gebeurd waar ik vroeger op de camping zat. Het gebeurt mensen. En sommige mensen hebben hun hele leven last van. En sommige mensen weten niet eens hoe erg getraumatiseerd ze zijn. Ik ga het hier even bij laten, mensen. We blijven strijden, we blijven oplettend, we blijven waakzaam en dienstbaar voor het volk. En ik was best wel nerveus om hier te komen, maar ik heb toch best wel goed mijn werk hier kunnen doen. Zonder weerstand, zonder tegenstand, zonder tegenwerkingen. En dat is mooi. Gods bescherming was weer aanwezig. Fijne dag allemaal, fijne avond, tot later. En ik ben nog steeds bezig met mijn reis naar Frankrijk. En ik hoop binnenkort daar live te gaan. En in ieder geval het mee te maken daar, de revolutie daar, de power. En dat we het ook weer op een dag hier in Nederland kunnen meemaken. 1 mei bijvoorbeeld is een goede gelegenheid. En er komen nog meer gelegenheden aan.